Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 17 januari van Weerplaza. Afgelopen nacht zijn er in de oostelijke helft van het land sneeuwbuien gevallen. Plaatselijk is het wit en glad door sneeuw in de oostelijke helft. In de loop van de ochtend smelt de sneeuw weg. Er vallen echter nog een aantal winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. En daardoor kan het plaatselijk ook nog glad zijn. In de loop van de dag neemt het aantal buien geleidelijk aan af. In het zuidwesten wordt het droog en breekt de zon door en het wordt 3 tot 8 graden. Het waait flink vanuit het westen, windkracht 8 aan zee. Vanavond is het tijdelijk droog, maar vannacht trekt opnieuw een neerslaggebied over ons land met enige tijd sneeuw in het noordoosten van het land. En morgen gaat het hard waaien. Storm langs de kust, windkracht 9, een westerstorm. Mogelijk zijn er zeer zware windstoten van 90 tot 120 km per uur mogelijk. Vrijdag, zaterdag en zondag staat er minder wind. Het is nog wel wisselvallig. 'S Middags wordt het 3 tot 5 graden en in de nacht is kans op lichte vorst. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.